Breda Nu. Je weet het meteen. Op Breda International Airport werd ook dit jaar weer de Groene Pluim uitgereikt. Uit de gemeenten Roosendaal en Breda kregen de bedrijven die het meest duurzaam ondernemen een speldje opgeprikt door hun wethouder. Oud-premier Jan-Peter Balkenende opende de bijeenkomst en de dag werd gehost door Jort Kelder. Ja, de Groene Pluim is een stimuleringsprijs. Wij willen eigenlijk de bedrijven die het goed doen in het zonnetje zetten. En toen hebben we een heel proces opgesteld van waar gaan we aan voldoen. En je hebt misschien iets gehoord van die Global Goals die er zijn. En daar hebben we er 4 uitgekozen samen met BZW. Eerst eerlijk werk. Het komt eigenlijk over het werk neer. Duurzaam produceren. Klimaat beheersen. En vooral het ook delen met elkaar. En niet voor jezelf houden. En die 4 goals zijn eigenlijk in het kort van de 17 die er zijn. Die wij gekozen hebben en waarop bedrijven zich kunnen onderscheiden. Dat is Perfetti van Melle, een bedrijf wat onder andere in Breda zit, wat snoepjes maakt, net als Mentos en Fratella. En die hebben zo'n brede visie op duurzaamheid en voegen ook de daad bij het woord. Het zijn niet alleen dode letters op papier, dat wij het echt de moeite waard vonden om hen de Groene Pluim uit te reiken vandaag. Nou, het werd eigenlijk op 2 dingen gestoeld. Hè. 1 heeft te maken met hoe groen wij eigenlijk produceren. En dat heeft vooral te maken met al lang zonnepanelen op de fabriek. Dus die werd speciaal genoemd. En een tweede die genoemd werd is dat wij eigenlijk iedereen bij het werk betrekken. En daar werd een voorbeeld genoemd dat er op sociale werkplaatsen een aantal mooie producten van ons worden gemaakt. Dus die 2 dingen werden er uitgelicht. We doen hartstikke veel meer, maar die 2 werden net genoemd. De grootste tip die ik op dit moment kan geven is kijk op Groenplein. Groenplein is namelijk het duurzaamheidsknooppunt in Breda op dit moment die al die verschillende duurzaamheidsaspecten probeert te verbinden. En dat is juist opgericht om te zorgen dat we niet 10 verschillende kanalen hebben waar mensen informatie op moeten gaan zoeken. Via Groenplein kun je alle informatie rondom duurzaamheid vinden. En dan hoop ik dat iedereen een steentje bijdraagt. Breda Nu. Je weet het meteen.